We eindigden de vorige video over de oliecrisis van 1973 met uh, die economische crisis die uh, vanaf de jaren 80 uiteindelijk uitbreekt. En het feit dat, dus die, uh, dat die dus de verzorgingsstaat onder druk zet. Hè. Nou, daar gaan we nu eens verder naar kijken. We komen in de tweede helft van deze historische context terecht, de tweede dertig jaar van 1978 tot 2008. Ja, en we starten dus met die kritiek op die verzorgingsstaat, hè, want die komt echt onder druk te staan. Er is steeds meer kritiek op en een van de kritiekpunten is het feit dat die verzorgingsstaten door alle wetten en regels en alle instanties en organisaties die erbij betrokken zijn en al die duizenden ambtenaren die dat uit moeten voeren, ja, dat het eigenlijk gewoon één groot bureaucratisch monster is geworden. Hè. Dus, uh, het gaat heel traag, uh, er is heel veel overbodige ballast en zo in de hele organisatie. En uh, de critici zeggen dan ook van ja, ga nou eens kijken naar wat echt werkt, naar wat echt nodig is en schrap nou eens alle overbodige instanties. Ambtenaren, regels. Want anders dan uh, gaat die verzorgingsstaat dadelijk nog helemaal vastlopen. Ja, en een tweede punt van zorg van de critici was toch wel het feit dat die werkloosheid opliep. En dat er steeds weer mensen arbeidsongeschikt raken. Want ja, daardoor werd die verzorgingsstaat ook wel heel erg duur. Want al die mensen moesten een uitkering krijgen. Ja, en uh, kunnen we dat nog wel betalen? En hoe lang dan nog? Dat was eigenlijk uh, de vraag, zeg maar. Dus da daar hadden ze best wel uh, wat zorgen over. En waar heel veel mensen ook kritiek op hadden, was het feit dat er uh, toch ook op behoorlijk grote schaal misbruik werd gemaakt van alle wetten en regelingen. Mensen die zich arbeidsongeschikt lieten verklaren, terwijl ze het helemaal niet waren bijvoorbeeld, ja, die streken zo'n uitkering op. Nou ja, dat gebeurde heel veel, vond men, vonden de critici, te veel ook. En uh, ja, daar is die verzorgingstaat niet voor bedoeld. Uh, we, we gaan geen belasting betalen voor een stel profiteurs, dat was de gedachte erachter. Ja en tegelijkertijd van de critici van de verzorging staat het ook vreemd. Dat er weliswaar heel veel werklozen waren. Maar dat er zeker net zoveel uh, niet ingevulde vacatures waren in Nederland. Dus banen die nog vrij waren. Waarom kunnen die werklozen die banen niet gaan doen? Ja, er was een regeling dat je uh, geen werk onder je niveau hoefde te accepteren. Maar ja, zei de critici: uh, Hallo, uh, dan ga je thuis uh, op de bank zitten en een uitkering opstrijken. Je moet werken voor je geld. Dus ga toch maar die niet ingevulde vacatures. Dan uh, Invullen. Ga maar gewoon aan het werk, ook al is het onder je niveau. En daarnaast waren er ook grote zorgen over de toenemende vergrijzing. Hè. Er werden uh, mensen leefden langer, uh, er kwamen steeds meer ouderen ook bij, en ja, daardoor werd uh, die algemene ouderdomswet, die aow regeling hè, dus uh, vanaf je 65e een uitkering, ja, die kwam daardoor wel onder druk te staan. Want ja, hoe lang kunnen we dat nog gaan volhouden? En uh, zijn er straks nog wel genoeg jongeren om te betalen voor de ouderen? Dus van alle kanten kritiek op die verzorgingsstaat. En uh, ja, dat is uh, gebeurd in de maatschappij, gebeurt in de politiek. En dan zie je dus ook dat er wat zaken gaan veranderen. Zeker als in de jaren tachtig uh, er nieuwe regeringen komen die voor een liberaler beleid kiezen. En uh, dat zijn de kabinetten van minister-president Lewers, die we hier op de foto ook zien. En die kiezen dus voor een liberaler beleid. Dus uh, die gaan bijvoorbeeld geld bezuinigen. He, er is economische crisis, er komt minder binnen, maar er zijn wel meer uitgaven. Dus uh, ja, we kunnen minder geld uitgeven, zeggen de kabinettenlubbers, uh, bijvoorbeeld aan overheid of aan defensie, ontwikkelingssamenwerking, uh, de lonen van, van leraren, van ambtenaren die worden gekort, allemaal om te zorgen dat de overheidsuitgaven naar beneden gaan om geld te besparen. Ja, en die verzorgingsstaat ja, die, die gaan we ook een beetje aan banden leggen, die gaan we ook een beetje inperken. AOW werd bijvoorbeeld verlaagd, het bedrag dat je kreeg, de huursubsidie werd beperkt. Er kwam een nieuwe werkloosheidswet. Ja, zo waren er nog veel meer zaken, waardoor er toch een beetje paal en perk werd gesteld aan de uitgaven van die verzorgingsstaat. Allemaal om ervoor te zorgen dat uh, de kosten niet de pan uitrezen. En als laatste iets typisch liberaals: er waren een aantal uh, grote Nederlandse staatsbedrijven, die dus in handen waren van uh, de Nederlandse overheid, van ons allemaal zou je kunnen zeggen, die, uh, ja, die werden geprivatiseerd. Die, dat moesten zelfstandige private bedrijven worden, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Spoorwegen, de NS. Dat, uh, dat moest niet langer een overheidsbedrijf zijn of in handen van de overheid zijn. Maar dat moest gewoon een privaat bedrijf worden. Want dan zouden ze efficiënter gaan werken, uh, was de gedachte erachter. Want dan waren ze voortaan uh, verantwoordelijk om hun eigen broek op te houden. Moesten ze zelf wat winst gaan maken en dergelijke. En hetzelfde geldt voor, uh, voor de postdiensten, de, de, de PTT's, zoals die toen heette. Dat moest dus ook uh, een, een privaat bedrijf worden. Dus die werden eigenlijk verkocht, zou je kunnen zeggen, door, uh, door de overheid. Dat werden zelfstandige bedrijven. En uh, daardoor hoeft de overheid daar ook niet meer voor te betalen. Ja, en je kunt je voorstellen hè, dat met, met dit beleid van bezuinigingen, van uh, beperkingen, van privatiseren van bedrijven, dat het voor veel onrust zorgt in de maatschappij, in de economie, in de politiek ook wel. Uh, maar uiteindelijk wist uh, Lubbers met zijn kabinetten toch wel de rust te bewaren. En dat komt door het zogenaamde poldermodel. En het uh, poldermodel houdt eigenlijk in dat, je, uh, dat de politiek, hè, Lubbers en zijn regering dus, in gesprek gaat met uh, vertegenwoordigers van de werkgevers en van de werknemers, de vakbonden. En dat ze uh, proberen samen te overleggen om zo tot een oplossing te komen. En dat noemen we ook wel het poldermodel. Ja, het wordt gezien als iets typisch Nederlands, hè, dat, dat overleg. Dat, dat hebben we van oudsher altijd al moeten doen, bijvoorbeeld om eh, samen de dijken te verhogen in de strijd tegen het water of zoiets. En nu kwam dat dus ook in de politiek terecht. En tot op de dag van vandaag gebeurt dat.